van Schagen, wie kent hem niet? Die Knoet van de Molen zo bij de Leige Hoek in de Bergmeer, midden in West-Friesland. De molen wordt op heden repareerd. Jan van Schagen zal het ons even vertellen. Oh, hey Joop. Ja, Jan. Jij mijn koppie. Ik wou dit eens een keer te zien. Ik heb er zoveel over lezen. En ik denk, ik wil de molen van Schagen wel eens bewonderen. Maar je bent er nog puur bezig, zie ik. Ja, we zijn nog steeds bezig met de verbouwing. Oké. Ja. Nou. Kom binnen, zou ik zeggen. Jij hebt klomp aan, dan hou ik ook mijn klomp aan. Nou mag het dan. Doen we. Oké, ja. Nou Jan, ik kon het eigenlijk niet afwachten met de verbouwing. Ik wist dat je hier volop bezig was met de reconstructie. Ik weet niet hoe ver het gaat. Hoe lang ben je ze nog bezig? Nou, als het goed is met de maand, kunnen we hier weer wonen. Ja, en hoe lang ben je er weg geweest? Van 1 september af. Oh. En we zouden week 7 er weer in terug. Ja, en week 7 dat is... Half februari. Ja, oh, dus dat valt een beetje teugen. Ja, want ze kwamen de vloer tegen. Ja. Die moest helemaal vernieuwd worden. Oh. Dus toen moesten we er helemaal, alles eruit slopen worden. Ja. Ik heb er wel wat over gelezen in de krant. Dat er, jullie zijn verschrikkelijk hier bezig geweest. Hij zakt de hele weg en de hele fundatie was verrot. Ja, alles was verrot. Ja, toch wel, ja. De palen was verrot, maar de vloeren, alles was verrot. Tjo. Dus alles was maar dit is ook een hele oude molen, hè? Ja, deze molen is van 1654. 1654. Want ja, dat zijn ook onze vragen. Was dit nou de eerste molen die er stond, 1654? Nou, ze kwamen met het verbouwen, onder met graven, kwamen ze een oude verdeling tegen van Nagemolen. Ah, oh, toch wel? Ja. Hey. Hebben er hier nou nog meer molens staan? Want ja, dat kom je nog wel eens een keertje bij Ierswouden teugen. Daar stonden er een stuk of 7 bij elkaar. Ja, hier in de Heerengewaard hebben we er ook veel meer staan. Ja, dat zal het wel. Ja. Maar hier in de omtrek? Nee. En wat maalde deze nou weg? Want dit noemen ze de Kaagpolder. Kaagpolder was 380 hectare. Oké. Dus dat was hier een deel van Spanbroek. Tot Zandwerven. Tot Zandwerven van toe, ja. 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 Van Vrijen, het heet nu de Nieuwe Weg. Ja, hier zo, ja, de Nieuwe Weg, Weerum heet het de Nieuwe Weg. In de jaren 50 is dat pas gekomen. Vrijen wonen we aan de Kaag, Kaag B106. Oh ja? Ja. Wat raar. Maar hoe heet de Deuze Weg dan weer wel zitten? Dit was de Hoogweg, dit was gewoon Kaag B106, die weg had geen naam. Had die geen naam? Dat was de Kaag. En terwijl de Kaag daar loopt. Oh ja? Ja. Wat wonderlijk. Ja. En toen hebben ze maar de Nieuwe Weg. Maar ja. Die Nieuwe Weg... De Nieuwe Weg met het oudste gebouw. Ja, want de Nieuwe Weg die luidt hier al eeuwen. Ja. In mijn beleving was dit vanaf de molen van Schagen. Want dan weet half West-Friesland weer het over heb. Hoe lang zitten de Verschagers hier op deze molen? Nou, zo lang ze nagaan, zitten er al 3 eeuwen Verschagers. Oh ja? 3 eeuwen lang allemaal Verschagers? Ja, het is wel typisch voor het molenaarsvak dat het altijd van vader op zoon gaat. Ja. Hey, 3 eeuwen lang al. Nou, dat is toch ook... Nou, dat kan er niet veel anders zijn, want hij is van 1654. Ja, dus dan, 1654, ja. Het is ook een knoert van de molen. Ja. Hij heeft een vlucht van 27 meter. Ja. En dat houdt in van puntje naar puntje. Ja, tiende punt. Daarboven. Ja, 27 meter. Ja. En hoeveel moet hij hierop? Zowat 3 meter. 82. Dat is ook een soort. Ja. En wanneer ben ze overgaan op die vijzel? Volgens mij in 1800. Maar dat was toen wel een hele uitvinding, hè? Want toen konden ze wel veel hoger gaan opmalen. Ja, met zo'n vijzel, denk je, beperkt eigenlijk. Ja. Ja, dat is zo. Ja, des te hoger je het opvoeren moet, des te meer vlies heb je, des te langer je vijzel. Ja. Des te zwaarder gaat het. Ja, dat heb je ook al gehad. Ja. En hiernaast staat er wel even een gebouwtje. En dat vind ik ook wel zo'n verschrikkelijk mooi gebouwtje met die scores die daarnaast. Ja. Want ze ben hier dus met stoomkracht bezig geweest. Wanneer is dat komen? 1864. Oké. Toen is de stoom komen. En die hebben gestaan tot 1954. Ja, en toen is diesel komen. Oh ja. En die hebben gestaan tot 1994. Oh ja.
Zeg maar, want die hebben hier natuurlijk heel erg geen last van bomen. Want, nee. Want dat noemen ze wel eens het windrecht. Ja. Dat je geen hoge bomen mag hebben. Nee, tenminste, nee, de buren niet. Dat is daar heb je geen last van. Maar je hebt hier wel altijd een beetje gelijkmatige wind. Hier zit ik eigenlijk het mooiste. Ja. Ja. Daar hier het zuiveren aan en zo, ja. Dat denk je de hele. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk ook wel het mooiste gedeelte van West-Friesland. Ja, het is een uniek plek hier, ja. Want je hebt hier wind. Ja. En dan heb je stoom. Ja. En je hebt elektrisch. Ja, ja, prachtig. Ja. Dat is uniek eigenlijk. Ja. Ja, ja. Als je hier natuurlijk in zijn molen zit, dan heb je allemaal van die hele mooie uitdrukkingen, zo, ja. Van die woorden. Je hebt van die durp en dan heb je het over de bonkelaar. Wat is nou een bonkelaar? Dat is het grote wiel. Daar draai je die kam in weer van het wiel. En dat is de bonkelaar? Dat is de bonkelaar. Okay. Ja. En dat is hier beneden in de vijzerkast precies hetzelfde. Ja. Ja. Daar heb je de onderbonkelaar. Ja. Ja. En daar zit je weer vast aan het vijzerwiel. En in Avenhoorn heb je ook de koningsspil, staat me iets van voor de geest. Ja, wat is de koningsspil? Dat is de spil die loopt van boven naar beneden. Oh, ja, dat is de koningsspil. Dat is de bedrijfveer eigenlijk. Ja. Jan, al binnen we bij mensen, dan vraag ik ook altijd, wat is voor jou nou het mooiste West-Friese woord? Ja, wat moet je daar dan? Ja, nou, bijvoorbeeld wat met de molen te maken hebt, dat je denkt, nou, dat gebruiken we altijd. Nou ja, wij molenaars onder elkaar hebben het altijd over. Hij liep 80 en de miners liep 70 en de. Wat? 80 en de? Ja. En wat bedoel je dan? Nou, dan zie je hem al 80 keer in een minuut voor de ramen langs gaan. Oh ja? Maar dus 80 keer die je zo'n week? Ja. En wanneer ga je hem dan omdraaien? Als je. Hij kan, nou, 80 keer niet hebben, maar meer doen. Dan toch niet? Dan moet je stoppen hoor. Ja. Want ik heb wel zo, dan kan zo'n ding heel erg in de brand vliegen. Nou. Dan gaat het te wild. Want dan kun je hem op slot niet meer vangen. Nee, dan kan je niet meer overremmen ook natuurlijk. Dan luistert er niet meer in. Oh ja, en dan, ja. Wat ja, als hij te hard gaat, dan zet je hem stil. Ja. Denk, ja. Je kan hem ook uit de wind zetten. Ja, dan moet je hem omkruiden. Ja, en wat deed jij dan altijd? Nou, wij zitten meestal stil, want ja, is toch, dan... Ja, dan als hij stil zit, dan doet hij niks. Nee, maar als het niet meer kan, als er veel wind komt, dan moet je gewoon... Oh, en dan deed je er een soortje zuilen vanaf? De zuilen erover, of de windborden eruit, net hoeveel wind er is. Ja. Maar toch, windkracht 7 zo'n beetje kun je hebben. Ja, ja. Want dus staat stevig op zijn poten nou. Ja, want Jan, het heeft onwijs veel geld kost, deze reparatie. Maar ja. Dat heeft dik 5 ton gekost, dus... Jo. En je ziet er weinig van. Ja. Maar je hebt er wel wat voor. Want ja. ik vind het altijd een prachtige molen hier. Ja. Hij staat hier ook zo prachtig. Ja. Midden in West-Friesland. Jan, we gaan het padje weer inkorten. Ja. En dan zeg ik ook altijd tegen de kijkers. De aardekeer werden we bij aardemensen.